Als je geleden wegdenkt, is het een leeftijd die mijn opa niet gehaald heeft. Mijn opa die een tiener moest zijn toen. Mijn opa die erbij was, al leefde. Mijn opa die ik niet kan vragen hoe. Mijn opa moet daar toch aan gedacht hebben. Mijn opa als jongen nog, op die 14e mei. Mijn opa die opeens, stel ik me voor, mijn opa die volwassen moest worden. Mijn opa, vraag ik me af. Achter het stuur van een cementwagen richting de Euromast, nog niet gebouwd, jaren later. Mijn opa zijn stad in de stijgers en hij dan. Mijn opa zijn leven dat anders had kunnen zijn als niet die 14e mei. Mijn oma vertelde eens over hoe ze in de buurt van Oostplein over weggeblazen muren liep als tienermeisje. Maar het bleef bij deze anekdote. En ik vraag me af, mijn oma, mijn opa, beide kan ik ze niets meer vragen. Herdenken, stilstaan bij en voorstellen dan maar. Ook op deze 14e mei, als je geleden er dan bij denkt. Voor de mensen die zich afvragen, wat gebeurt hier in godsnaam? We zijn begonnen met Poets Club Rotterdam. Yeah! Maar dat was toch al binnen schouw? Ik was in de veronderstelling dat Peter hier een journalist was, maar dat valt een beetje vies tegen. Dat klopt. We gaan verhuizen naar Café Arie, omdat de schouw... Dus beste Peter, je bevindt je op de tweede try-out in Café Arie om te kijken hoe dat werkt hier, hoe de sfeer hier is, hoe poëzie gaat vallen. En we willen ook gewoon poëzie horen. Dat wil zeggen, we beginnen met een voorstelronde. Er staan maar liefst 22 dichters op het programma. Hey. Heb ik even snel gesteld. Elke dichter stelt zich één keer voor in een voorstelronde met één gedicht. We hakken het in tweeën en met een korte pauze. En laten we gewoon met snel beginnen. De eerste dichter die ik naar voren wil vragen. Staat hier naast mij geleund aan de bar. En is er helemaal klaar voor. Hier voor jullie, Sam van Belkau! Straten en nog meer straten en die ene straat naar mij toe. Daar dreven eens twee geliefden hun wangen tegen elkaar. Ze hadden een hondje bij die nog niet af was. De ene lachte en mijn vader zei nog niet klaar te zijn voor het sterven. Hoe hij een imaginaire knikker tussen duim en wijsvinger hield en daar een zwart gat van maakte. Het middelpunt van het niets, zei hij trots. Daar moest de hond dan zitten en blijven. Dat was zijn leven. Je zag het aan de donkerpaarse nagelranden, hoe nat en ijskoud zijn okselholtes, de sigaret tussen zwarte treurlippen nachtenlang smeulen tot een aspunt ter grootte van de stad. En toen we die dag uit school kwamen, niets vermoeden, stond de aanmaaklimonade al koud en mijn vader al koud te vragen wat we vandaag niet hadden geleerd. Dat het blote stuk tussen broekspijp en sok in te vroeg gevoren hoofd uit was, speciaal voor hem gekweekt. Net zo lang tot het ogen kreeg en we het allemaal zagen gebeuren. Voor dit soort dingen kwam ook de hond graag kijken. Dit soort dingen kon hem interesseren. Toen dat voorbij ging, keken we bij hem, hoe hij daar wegzakte als vader. Ook bij vader gingen we kijken en doen dat nog. Ergens staat vast een ouderlijk huis in Lichterlaaien. Stond het al toen de eigenaar het kocht. Laten we daar maar gaan. Dan stop ik vast in taxi en dood in vogel. Dat je voelt dat het vergaat. Een straatnaam naar mij vernoemd. Als
alsof dat werkelijk kan gebeuren, het niets. De volgende dichter heeft zich, was nog maar net op tijd, maar ze heeft zich aangemeld en we gaan naar haar luisteren. Mag ik een applaus voor Rinske van Berken? Met allemaal nog een snoep. Hoofdpijnwijn is een beter woord. En ook net als een goede wijn worden we smaakvoller met de jaren. 5 euro wijn is de nieuwe standaard, zeggen we als het veel is. Altijd met hetzelfde effect. Naar elkaar kijken en hopen, wensen om dat glas te zijn die je lippen blijft raken. Mijn 12 euro zomerjurk voelt opeens naakt. Met benen gekruist en handen dichtbij. Je bent bijna maar goed genoeg voor het hart om te schreeuwen, hier voel ik me thuis. Behalve dan dat de wijn straks uitwerkt. De hoofdpijn begint te komen en dan opeens hebben we het over jouw date van afgelopen woensdag en hoe ik nerveus ben over de mijne op vrijdag. Maar sommige dichters die nemen ook altijd iets. Haar compagnon gaat ook naar voren vragen. Mag ik een applaus voor Bas Kimming? Ik speculeer over jouw speculaties. Een ander vraagt hoe het gaat. Nee, het gaat niet. Ooit was jij een ander werd iemand, iemand werd alles, niemand is alles. Vergeet niet. Jong waren wij, stiekem sigaretjes roken, dat werden weer blootjes die in rook opgingen, zodat alles weer over. Ja, een jongen was ik, maar een aardige jongen. Toen wij begonnen en we ramen leven trekken, ons de beurten stiekem genieten, zodat er niets meer over was om aan te trekken. En ik nu eindelijk snap wat jij al die tijd al besefte. Ik moet het zelf doen. Dankjewel! Nou, ze staan niet allemaal in de hoek. Ik heb ook een dichter gevonden die staat in het midden. Ik weet niet of je daar blijft of kom je naar voren. Dan moet ik even de tijd volgen. Voor de mensen die denken van nou, dit is superleuk en ik heb misschien ook nog wel iets op mijn telefoon of in mijn portemonnee zitten. Kom in de pauze even naar me toe, dan kun je straks ook voordragen. Gaan we, mag ik graag een luisterend oor en aandacht. Voor Wilma Blanke. Wat heb ik mezelf aangedaan? Als angst en pijn kon plagen, mijn paden zonderen. De desolate nacht, wat houdt het woord nog in? Zo koud tezamen met het bevroren woud, zo dubbel duister. Verloren dagen, alles platgeslagen. Wie weet met de tijd als ik spring over dit ravijn. Gaat de geest omhoog en zie ik een regenboog. Ik schakel van blauw naar rood, dan sta ik niet meer in de kou. Dansen doe ik dan met mooie woorden, op akkoorden over vriendschap en trouw. En beland ik. In het waarachtige nu. Yay! Dankjewel! Ik zou hem net geen Reus van Rotterdam willen noemen, want ik weet ook dat hij hier niet meer woont. Maar dat is helemaal niet erg, want nu is hij hier. En speciaal voor jullie, Patrick van der Biezen! Familiedrama. Eindelijk zijn we weer samen, denkt hij. Als zijn zenuwachtige vinger langzaam naar beneden glijdt, om via de gladde heuvel en van olie glimmende gleuf, trillend tot stilstand te komen op de plaats waar het allemaal gebeuren moet. Zelfs de kleinste beweging lijkt nu voldoende om de situatie volledig op scherp te zetten. Als hij aarzelend wisselt tussen de subtiele samentrekking van de spiertjes in zijn hand
en de ontspanning die volgt wanneer hij schrikt van wat er komen gaat. Maar zijn zelfvertrouwen groeit. Opgewonden van zoveel macht, werkt hij toe naar dat ene moment dat zijn lichaam verkrampt en zijn doortastende aanraking zorgt voor een vurige explosie die zijn lading terstond onder hoge druk naar buiten drijft tot diep in haar zwangere buik. In de ontreddering die volgt, vol afschuw over zijn daad, laat hij nogmaals zijn revolver en plaatst het op zijn eigen slaap. Zijn laatste gedachte achterlatend op de muur van het appartement. Ik niet, niemand niet. Mooi. Terwijl er mensen een plekje aan het zoeken zijn en er zich ook nog een andere dicht heeft gemeld tussen de regels door. Maar dat komt straks. Ik wil een vraag aan Abigail. Wat ze echt per se moet delen en daar gaan we natuurlijk naar luisteren. Dus hier voor jullie, Abigail Watson! Ik ben de tijd kwijt. De dagen waren al niet erg lang, maar nu zijn ze te kort en zolang ik niet slaap is de nacht eindeloos. Ik ben de tijd. Sinds kort leef ik per moment, wat een prima oplossing is bij gebrek aan minuten of dagen. Ik ben kwijt. Om beter te functioneren zou mijn ritme zich moeten afstemmen op de cyclus van de zon en de maan. Maar ik ben de tijd kwijt. Mis de aanwijzers van klokken en zie geen streepjes of pixels op een digitaal apparaat dat zou moeten weergeven. De tijd is mij kwijt. En ik denk dat de wereld niet langer in Chronos, maar in Kairos leeft. Welkom in een nieuw tijdperk waarin gelegenheid het ritme aangeeft. Woehoe! Straks natuurlijk meer van Abigail en zo ook hopelijk van de volgende dichter die zij ook zij heeft meegebracht. Hier voor jullie Jeffrey de Ruiter! Jeffrey! Doe het lekker zitten, want ik ben mijn vader. Zijpoëzie. Daar zitten ze. De koffieslurpende, soepzuigende, tostievretende, frisdrankkenkende zieltjes. Zwet ze over hun miserige leventjes. Hoe ze die vergooiden elke dag onderdanig te zijn aan een Jan Lul die weer knieuwt voor een andere eikel met een te strakke stropdas om. Hoe ze voor onbepaalde tijd zich te pleuris werken, zodat ze thuis keiharde glazen knollen, doorgekookte groenteprut en een gepaneerd stuk karton weg kunnen kouwen. Om dan levenloos op de bank hun ogen te tergen met treurige soapseries, achterlijke talentenjachten, vermoeiende realityprogramma's of zijkerige talkshows. Hoe ze zo verlangen om hun zuur verdiende geld over te maken aan een smerig al inclusief hotel in Antalya, waar ze heel de dag leggen op zo'n lichtstoel, aan een zwembad vol met krijzende kinderen, terwijl ze zich volproppen met alles wat ze plekken kennen. Over Rodney, Bradley, Shania, Destiny, Ricardo, Delano, Priscilla, Melissa, of alle andere toffie namen met knikkers aan het einde, waarbij ze vooral luid hun kinderen kunnen roepen als ze strontvervelend zijn. Over hoe blij ze zijn dat hun coaches niet blijven zitten op een openbare basisschool de regenboog, waar ze wachten dat ze minimaal MAVO-advies krijgen om als de zonnestraaltjes die ze zijn aan het werk te kunnen gaan achter de kassen van de Aldi. Of nee, wacht, ze kunnen nog erger zijn. Je hebt ook nog van die havermelk absorberende, smoothie sabbelende, carpaccio nuttigende, verse munthee leutende wezens. Dat je ze hoort converseren over de zoveelste goede deal die ze binnen hebben gehaald voor het bedrijfje wat ze van pap hebben gekregen. Omdat ze natuurlijk ook als verwende snotapen nog maar 1 seconde in hun leven vuile klauwen hebben gehad. Naar huis rijden in hun Tesla van de zaak, waar ze heel bewust een vegan kikkernoten quinoa gaan consumeren aan een hypermoderne strakke designkeuken eiland. Om daarna in een erotisch boek weg te zitten zwijmelen over hoe goed de jonge collega zal neuken met een blinddoek om van het touwen. Of kijken naar een lustige Netflix documentaire en ideeën opdoen om elkaar op een goed moment de hersen te kunnen inslaan. Hoe ze uitkijken om naar een vakantievilla in Spanje te kunnen gaan waar ze heel de dag getrapte druivensap zitten te snippen. Of doelloze balletje met de formaat van hun menselijkheid in een hol gaatje slaan.
over storm, bol, vlinder, kamille, Florian, Valentijn, Anderfleur, Rozemarijn of welke bloem, dier, kruid, weersverwachting of feestdag ze gebruiken als koppelijke naam voor hun kroost. En hoe, ze goed doen, hoe goed ze doen op een vrije Montessori Dalton Jena planschool, waar de cultuur en kleur nog wit is dan een ingestampte rechtse liberale VVD gedachtegoed. Dat ze blij zijn dat hun onkruid later op een hoge positie terechtkomt, nadat ze met een overdosis vrouwonterende delicten uit de studentenkorps kruipen. En dan hebben deze twee zielige hoopjes mensen een gespreksonderwerp gevonden waar ze allebei met trots, of nou ja, ze doen hun best, ook iets over kunnen vertellen, namelijk de relatie. Hoe trots ze zijn dat ze het uithouden met een of andere leeg hoofd, waarmee ze kleine etters op deze al te volle planeet hebben gezet. Dat ze al jaren doodongelukkig met een zielig stuk vreten naast hen op de bank moeten zitten. Samenwonen zonder dat de wet, of zij weten waarom, geregistreerd partner gezeik omdat ze te gierig waren voor een bruiloftsfeest. Een samenlevingscontract die de burggrip om hun nek en nog steeds strakker spant in een uitgeblust huwelijk, een algehele of vooral beperkte geslachtsgemeenschap. Hoe ze op de kalender moeten kijken wanneer ze weer een verplichte wipje moeten maken om nog wat aan de relatie te hebben. Of hoe ze elk weekend met een of andere afgelikte boterham in de bed liggen om hun behoefte te bevredigen. En dan, als ze uiteindelijk weer er samen moeten doen, liggen ze liever lui op hun rug te vegeteren. Waarbij zij zo pas Oscar kan winnen voor haar acteertalent als zij vertelt hoe lekker ze het vindt en hoe ze het orgasme fake kan vanaf zijn. Of dat hij, zoals de egocentrische zak die hij is, alleen maar aan zichzelf denkt terwijl zwetend met een hoog tempo in haar stoot en al 2 minuten, vooral met veel gekreun en weinig zaad in haar kreet klaarkomt. Samen tot de dood of de familierechtadvocaat en scheid. En ik hoor dat gezwets aan. En wat kennen mensen zeiken zeg? Over hoe perfect of imperfect het leven wel niet is, zei ik over het beste werk, de meeste vrije tijd, de geniale kinderen, de meer of meer dan prima relatie of de vakantie die konden kost. En zo zwetsen zij jarenlang door over hun geweldige leven. En ja, dat leventje, dat lijkt perfect. Ik zou namelijk ook wel willen dat ik leeggezogen word door een lekker mokkel, terwijl ons John wordt vermaakt door het Andermaatse team op vakantie in Natalia. En u mag blijven klappen voor de volgende dichter. Hier voor jullie, Lisbeth Goedbloem! De typjuffrouw. Het wachten is op haar. Zij leert ons schrijven. Niet met de hand, maar machinaal. We hameren de inkt aan het papier. Het woord was God in het begin. Het woord is vlees geworden, schommelt onze kamer in. Haar rok spant als een tentdoek om haar benen. En in de warme kieren van haar vleeshuis wonen muizen. Haar schoot, een morsig altaar vol met offerkruid. Zij voedt zichzelf met koek en chocola. Mij is verteld dat ze vaak naar het zwembad gaat, zodra het vleesmes wordt, dat het meegaande water opensnijdt. Zij is een tabernakel en een abattoir. Achter zijn krant zit hij en wacht op wat er komen gaat aan woord en vleeselijkheid. Hij veegt de druk in het uit tot oorlogskreten op zijn gezicht. Het trilt en trilt. De letters dansen voor zijn ogen. Zijn dochter danst hem tegemoet van het papier. Zij staat geschreven en hij ziet haar bijna voor zich. Zingt Jefta al een rouwzang? Ja, een rouwzang. Ook vandaag is het verbeurd. Gezondigd. Maar Jefta's dochter danst en zingt. Hij moet gewoon in bad. 3 maal mag hij kopje onder. 3 maal opstaan uit de dood. Wie weet is het nog niet te laat. Wie weet of dat vervloekte trillen stopt als hij met haar te water gaat. Dankjewel. Ik had eigenlijk verwacht dat de volgende dichter van achterin het hoekje zou beginnen, maar hij loopt alweer naar voren. Dus dan moet ik hem wel aankondigen. Met hoed, met lang haar en veel poëzie hier voor jullie, Jeroen Sloan. Juist omdat er weinig anders op zat, besloten we hartelijk om onszelf te lachen. Hoe hard ook je het probeert, je krijgt tandpasta toch niet terug de tube in. Mocht er in de loop der tijd een foefje voor ontwikkeld worden, zend ons, zo u wil, het klad van de notulen. Zou het ons ook maar iets mogen interesseren?
Wij bifurkeren aan de voet van waar we niet gevonden wensen te worden. Rechtsaf bij de derde boom, indien u eerst vier gevlogen bent, links, zoals de zwaluw trekt. Kamp opgeslagen in ons rijkhalzen tot Shangri-La. Van, hij keert ook gewoon weer terug naar de hoek. Desalniettemin hebben we nog genoeg dichters over om ons mee te vermaken. En de volgende staat ook alweer klaar. Hier voor jullie Kylie Meyer. Artikelen en epistels op het internet. Lezen en informatie opnemen. Informatiestromen, data en letters. Alles is te vinden. Experimenteren, leren en alles tot je nemen. Ik wil alles ontdekken. Wat een topuitvinding. Dan denk ik terug. Terug aan Windows 98. Ik denk met weemoed terug aan de paperclip in Word. Die rare rakker met zijn suggesties. Wil je hier een punt of komma? Er zijn ook nog andere leestekenopties. Vrolijk blijft hij zwaaien. Dan is er even een writersblok. En geen aandacht voor de paperclip. Op zijn fietsje fietst hij weg. Tot je de spatie indrukt. Daar is hij weer, de blije vriend. Zijn oogjes stralen. Leuk dat je terug bent. Wat gaan we nu weer schrijven? Af en tijd. Wat mis ik? Dat moet ik tante Peterkoeken. Gezellige vriend, al jaren niet meer gezien. Werken in Word is niet meer zoals het was. Ik denk dat daarom de mensen ook gewoon een Apple-computer hebben aangeschaft. Desalniettemin, we gaan nog luisteren naar één dichter. En dan gaan we even kort pauzeren voor adempauze. Nieuwe mensen die dan een drankje kunnen halen. Fred die even kan kijken of hij goede foto's heeft gemaakt. En mochten mensen boos zijn van ja, ik wil eigenlijk een leuke avond hebben. En lekker kunnen kletsen in plaats van naar poëzie luisteren. De volgende dichter is de aanstichter van dit hele gebeuren. Ergens in 2006 of 2007 is het allemaal begonnen in Café de Schouw. En misschien heeft hij er zelf nog een leuke toevoeging of anekdote over. Het is nog niet alleen hier voor jullie, Daniel D. Een gedicht over de stand van zaken momenteel van mijn eigen leven. Dus het heet dan ook In de Soep. In de Soep. Ben jij in de keuken? Ik bedoel... Blijf je in de keuken? Blijf je nog een tijdje in de keuken staan, ja? Dan zet ik dit pannetje met soep zachtjes op het vuur. Dan ga ik even douchen. Hou jij het dan in de gaten? Zet het maar uit als het te hard gaat. Hoezo zo'n vaart loopt het niet? Ik weet heus zelf ook wel dat ik snel douche. Maar je weet me nooit. Voor hetzelfde geld glij ik uit in de douchebak. En dan stoot ik mijn hoofd tegen de kraan. Zodat ik knock-out ga en drie kwartier op de koude tegels ligt te stuip trekken. In mijn eigen bloed. Ja... Dan moet ik daarna natuurlijk weer naar de eerste hulp. En daar willen ze voor de zekerheid naar de hechtingen vast en zeker foto's maken of zoiets. Zal je altijd zien dat het op dat moment stervensdruk is. En dat ik dus eindeloos moet wachten voor ik die MRI ingeschoven kan worden. En je ligt al gauw 20 minuten in zo'n ding. Ik bedoel maar, al met al ben je zomaar een uur of 4-5 verder. Als ik dan weer thuis kom is die soep helemaal ingekookt. Dan heb je er niks meer aan. En dat terwijl ik me er al de hele dag op verheug. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met de voorstelronde. Nu eerst bier.